De tv-kantine viert dit seizoen haar 10e verjaardag. Inmiddels is heel bekend Nederland al door Carlo en Irene gepersifleerd... van Theo Hiddema, Jannie van der Heijden, Linda de Mol, Femke Louise. Iedereen wordt door het duo op de hak genomen. Ja, vind ik leuk, vind ik mooi. Stem van meneer de Uil. En ik vond dat werkelijk om te kotsen. Wil je ook niet zien? Toen ik het hoorde, toen ging mijn haar gewoon recht overeind staan. Oh. Hallo allemaal, kijk deze vieze dikke vent. Ik had een boodschap voor. You all have been very kind to Donald and my pussy. Maar je maakt net als alle spul. Weg. Ik kan geen roze telefoon vinden. Nee, ik ook niet. Hij kan geen roze telefoon vinden, zegt hij. Met Spike en Anouk. Heel goed, gozer. Ja. Is het daar. Ja, aan tafel Carlo Boshart en Irene Moors. We hebben een beetje uit elkaar gegaan. Ja. Ja, nee, we hebben even stoelendans gedaan. Ja, okay. Oh, lekker dichterbij. Ja, moesten bij Inside ook altijd. 10 jaar tv-kantine. Ja. Hoe is het om mensen te persifleren? Slopend. We lopen nu echt op ons tandvlees. Ik douche dan ook heel vaak, want ik wil de mensen uit me hebben. Want al die mensen komen een beetje in mij. En dan wil ik er ook weer vanaf. Want als je de hele dag Jan Mulder in je hebt, dat is ook niet fijn. Ja. Ja, dus het is een soort van houding die je hebt. Voor zijn omgeving niet fijn. Nee. Als hij iemand persifleert, nee, serieus. Als hij iemand persifleert, bijvoorbeeld een Jan Mulder... dan is hij de hele dag onuitstaanbaar. Dan zit hij al in een make-up. Maarten van Ross. Bloedzagrijnig. Maarten van Ross, dan denk ik, oh, ik hoop dat hij morgen weer een vrolijk iemand doet. Het blijft heel lang in je zitten. Ja, ja dat doe ik al vanaf de make-up. Iedereen is er anders in, want die start er wat later in. Die kan dat, maar ik moet al, zal maar zeggen, in de make-up. Dat is 8 uur per dag. Het is echt wel pittig, moet ik je eerlijk zeggen. Als je de 3 op een dag doet, dan zit je 8 uur echt stil. Dan ben ik al bezig met zo'n type. Ja. Want die gaat dan de vloer op. En dan is het tap, 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 tap. Ja, lijkt het? Nee, oh, nog even terug. Ja, en weer door naar de volgende. Is iedereen te persifleren? Nou ja, kijk, Carlo die schrijft het samen met Harold. Die overleggen dan wel van, goh, kan je die doen, kan je die doen? En soms zeg ik wel eens, nou nee, de meisjes liever niet. Maar daar hebben hele mooie andere gasten, acteurs voor. Ik kan niet iedereen persifleren, nee. Want maar je zegt de meisjes liever niet? Nou, van Louise, ik ga niet in een kort broekje en een hemdje... op mijn 52e in de supermarkt staan. Dat speelt een rol. Dus als ik zelf wat ouder word, dan kan ik niet meer die hele jongen. Precies. Dat moet je gewoon niet willen. Nee, maar dat wil ik ook niet meer. Maar daar is een mooie oplossing voor. Maar ik bedoel ook eigenlijk... Is Elise Schaap als Nicky Plessen. Ja. En dat wilde Irene niet, maar Irene heeft dan weer... Bla, bla, bla. Je hebt Famke Halsema gedaan. Ja. Famke Halsema. Femke Halsema. Op een gegeven moment weet je ook niet meer hoe we heten. Nee, maar is iedereen na te doen? Nee. Kijk, het fijne is als iemand een kuif heeft... of iemand heeft een roze pak aan met een gele blouse... dan is het als iets is. Dus of een accent. Of, want Axel is te doen. Zeker. Zij keek... Een accent. Ik heb accent. Wat? Doe mij dat. Heerlijk. Ja, als je accent hebt, maar... Dat is heel fijn. Dat is fijn om te doen, ja. Ja. En dus... mensen vinden dat ook dan gelijk lijkend. Dus je kan gelijk in 1 of 2 zinnen... Oh ja, ik herken het. Ja. En wanneer is het voor jullie geslaagd? Als het spot-on diegene is? Of? Ja, of dat er iets mee... Of dat het over de top is, of... Wat is ik gooi me en dan over. Nou, bijvoorbeeld echt wel publiekslievelingen, ook van mij. 1, Theo Hiddema. Dit seizoen, ja. Theo Hiddema... Ik denk als over gepraat wordt. Ja, kijk, dan ben je echt... Nou ja, kijk, hij lijkt misschien niet aan, maar... Theo Hiddema heeft iets amusants. Ja. Van, even de toon is van... nou, dat zal ik je wel vertellen, Margriet. Nou, je zit er zo bij, dus dan ga ik dan lekker praten. En dan heb ik een bepaalde toon. Nou, en het wordt ook niet gereageerd, want het is een vreselijke zaal. Het zal allemaal wel links zijn en ik zit op rechts. En het is, dan kan je een bepaalde toon pakken, want het is melodie van een stem... Toonhoogte, dus dat jij bijvoorbeeld... Hoe heb je Margriet eigenlijk gedaan hier? Wat? Wil je dat weten? Ja, daar is wel een truc. Als jij praat, adem je vooral uit. En jij gaat omhoog. Jij zegt niet, hier zijn Carlo en Irene, hier zijn Carlo en Irene. Je gaat omhoog. Oké. Okay. Ja. En je zei net ook al bij Carlo...
Carlo, bijvoorbeeld een zin. Carlo en Irene zijn een duo. Of al heel lang een duo. Carlo en Irene zijn al heel lang een duo, zeg jij dan? Want jij gaat omhoog. Je maakt een vraag van eigenlijk vrijwel elke zin. En nee, luister. Ja, het is waar. En dan ga je... En met die uitspraak ga je oog omhoog. Omhoog. En dan blijf jij vragen kijken. Ja, dat was het. Ja. Zo van, kom maar. En dan hoop je dat er zoveel mogelijk uitkomt en dat je ergens... Baf. Kan. Ja. Precies. Zullen we het over Linda de Mol hebben? Nee, we gaan dat door. Nee, maar we gaan... Kijk, dit is Irene Alsma. Ja, maar... Ja. Dus er is ook een afdeling styling die kijkt, die denkt armbandjes. Er is een rood armbandje heel belangrijk. Dus die heeft ze om. Je hebt een sleuteltje. Heb je nu ook een sleuteltje? Ik heb daar een sleuteltje om. Ja? Ik heb verstopt, maar er zit een sleutel. Ja, we hebben alleen de zender aan de verkeerde kant gedaan, zie ik nu. Maar goed, het is niet anders. Ah, ja. En voor de rest, als je luistert, tuit je ook je mond. Ja. Je toont je mond. Maar dat betekent dat je naar het te persifleren type heel goed kijkt. Ik heb eindeloos deze programma's zitten kijken. Best leuk. Ja. Maar op een gegeven moment was ik er klaar mee. Ja, tuurlijk. Ja. En dan vind ik het heel spannend. Dan word ik jou en de make-up doet dat fantastisch. Dan lijk ik op je en dan moet het gebeuren. Dan zit ik en dat vind ik het spannendste moment. Ja. En dan, nou ja, goed. Dat is de ene keer beter dan de andere keer. Maar ik toch eens, jongens. Ja, het is er heel goed gedaan. Ja, ja hoor. Heel erg. Ja. Maar ik wil toch het over Linda de Mol hebben. Ja, Linda Mol. Ja, dat is wel een leuke. Want meestal zitten we 3 uur of 4 uur in de make-up. Hoe lang zit jij in de make-up voor Linda de Mol? Ja, ik lijk uit mezelf al best wel op Linda. Ik krijg geen plakkers. Het enige wat ze doet, Barbara van de make-up, die haalt mijn wenkbrauwen weg. Want mijn wenkbrauwen zijn te specifiek. Dus dan zijn ze weg. Die van Linda worden er overheen getekend. Dan trek ik eigenlijk alleen maar mijn neus op. Ja. En een slis. En dan krijg ik dat haar. En dan zeg ik... Nou, en een beetje dat... Ja, dan zeg ik hartelijk welkom bij... bij wat is het? Miljoenenjacht. Ja, miljoenenjacht. Laat je koffer maar zien. Ja, hier zijn de koffermeisjes. Ja. En ze heeft niet een hele... Dat is dus ook... Ze heeft geen spraakgebrek en ook geen... Maar... Wel met spuug. Nou, ze heeft een harde S. Wat je als je gaat persifleren gaat vergroot. Dus ik heb je ook wat vergroot, zou ik maar zeggen. Dus... Nee, maar toch nog even over Linda de Mol. Laat nou even die beelden zien. Ja, nee, dat doen we zo. Maar omdat het zo fantastisch is wat jullie doen... toch even kijken naar Theo, Hiddema en Linda. Ja, dan weten we waar we het over hebben. Oké. Mag je kamerplanten in de keuken zetten? Natuurlijk mag je kamerplanten in de keuken zetten. Ik heb zo'n Afrikaantje gehad, had ik een pesthekel aan. Ik ben buiten gezet. Maar wij zijn ook nooit in de kamer te vinden. Kijk eens wat een succes, dus natuurlijk kan dat. Meneer Hiddema, u moet antwoorden met A, B of C. Daar heb ik nooit genoeg aan natuurlijk. Als ik antwoord geef, dan heb ik het hele alfabet nodig. Dat begrijpt u ook. Hè? De D van democratie, de E van Eerste Kamer, de F van... Van fuck, daar kom ik er even niet op. Leuke, lekkere mensen. Nee, noemen wij dat, heerlijk. Om te doen. Maar daar beleef je toch ook ontzettend veel plezier aan? Nee. Jij zit, kijk, Carlo zit, die leeft dit wekenlang. Zolang de serie loopt, zit hij of in de studio of in de montage. Want Carlo monteert het ook samen met Jury, de regisseur, en Harold is daarbij. Dus die zit er helemaal in. Dus voor hem is het lood en loon zwaar. Voor mij is het heel leuk, ja. Voor mij is het heel leuk. Je stapt gewoon in en het is wat lichter. Ja, ik stap in. Ja. Voor mij is het lichter, ja. Voor mij is het ontzettend leuk. Maar jullie... we weten niet wat we meemaken dit seizoen, want we doen het al 10 seizoenen. Ja. Maar ineens hebben wij, dat zeggen we ook, iedereen heeft het er of is er positief over. En dat is ook wel weer eng. Maar ineens is daar zo... We hebben natuurlijk de televisie mogen winnen en de ring. Maar ineens zit het in een flow. En dat maak je wel eens met het programma mee. Jij waarschijnlijk ook. En dan zit het allemaal. Iedereen wil meespelen. We hebben Boulevard gedaan. Nou, zou het komen door hele goede gastacteurs en actrices? Maar, zeker. Bijvoorbeeld Elise Schaap. Ja, zeker. Dat was toch wel een waanzinnige ontdekking. Ja, ongelooflijk. Ja, zullen we even naar de kijken? Ja, zij kan alles. Ik kan nog zoveel praten over mijn Ronnie en mijn vlechies. Door hem gaat mijn stem zo trillen, ben om mijn Ronnie afakastisch. Ik mag vandaag thuis bij een bekende Nederlander een geweldige reportage maken van wel 2 minuten. Hoe cool is dat? Did you know my friend, so sit here for a breath, not far from the porno show. Ja, ik ben er natuurlijk weer om jullie te vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van mode. En dan zeg ik zoiets als lekker centuurtje, little black dress, bla bla bla. Chocoladevla is de nieuwe kleur van dit seizoen. Ja, schijst. Ik vind het geweldig. Ja, hoor. En ze kan ook
prachtig. Ja. Heerlijk, hè? Naast haar aan die desk van de RTL Boulevard... Maarten Heijmans. Ja, en die deed Bo weer fantastisch. Maarten Heijmans deed Bo en hij Thierry had hij gedaan. En ja, het is fantastisch dat zulke mensen... wij noemen het altijd de echte grote acteurs... Oh, daar komen ze. ons mee willen spelen. En dan krijg je een soort dynamiek op zo'n set... dat iedereen denkt van, oh, jij bent goed. Wacht even, ik moet ook mijn best doen. En dat is alleen maar goed. Maar dan help je elkaar steeds beter worden. Ja. Wat ook geslaagd was, dat was bijvoorbeeld Bo als drag queen. Afgelopen zaterdag was dat. Ja, de hele uitzending stond in het teken van RuPaul's Drag Race. Ja, zeker. Wat misschien wel een beetje tricky was, omdat niet iedereen dat kent. Nee, maar mijn partner zei, het is een programma, het heeft een Emmy gewonnen. En wat zo leuk aan dat programma is, is dat het neemt zichzelf niet serieus. Dat doet de tv-kantine ook niet. En hoe leuk is het om Robert ten Brink, om Herman den Blijken en Bo van Erwendorff als vrouw te zien. En hadden natuurlijk ook nog RuPaul. Ja, en ja dat was helemaal... Beyond, Alan Clark speelt dat, want dit is RuPaul. Dit is de echte RuPaul. Ja. En Alan Clark heeft dat voor ons gedaan op een weergeloze wijze. Nou, moet je kijken. Maar ook weer mooi gedaan. Make-up is natuurlijk prachtig nagemaakt. Ja. En geloof me, hij heeft zich heel diep moeten uitscheren. En zette een hele goede drag queen neer. Ja. Dat was het ook nog. Ja. Nou, het was nog wel een ding. Het is wel een goed verhaal. Want hij heeft hele harde armen, Alan Clark. Dus die had, moeten nu echt die haren van die armen? En hij zegt, ja, dat moet. Ja. Dat moet. En Errol ook, nee hoor, want dat hoort en hoor. Nou, uiteindelijk had de afdelingsstyling toch een moutje voor hem gericht. Nou, ik heb geen behaarde armen. Nee. Dus dat kwam goed uit. Kwam heel goed uit. Ja. Ik ook niet, hoor. Waren er nog meer? Want dan gaan we, want aanstaande zaterdag... Is het M. Is het M. Ja, dus nu maak ik op dit moment met het audio dit programma. En dan hoor ik ook, als je niks zegt, dat je dit geluid hebt. Niks. Er zit geen muziek onder. Dus dat is best wel eng. Want dan, normaal gesproken bij beroepen op Drag Race... kan ik wel muziekjes gebruiken, maar het is echt stilte. Ja. Zitten dus de mensen aan tafel... En dan hopen we dat het een beetje lijkt en dat jij een beetje, toch een beetje blij bent. En een sneak preview? Yes. Frenkie de Jong wordt volgens Dick Advocaat de grootste speler van Barcelona. Ja, geweldig. Geweldige speler. Geweldig, geweldig. Nou, je bent natuurlijk nooit uitgegroeid. Nou, je bent 1,81 meter toch? Tjongejonge, wat een reus. Wat een lengte. Piet Paulusma kwam in opspraak om zijn onderhandelingen met Jan Slachter. Er was veel gedoe weer. Ja, er hingen inderdaad wat donderwolken in de lucht. En Ilse de Lange over de naderende Songfestivalkoorts. Ja, maar het gaat hun dunken, hè? Niet om mij. Ik kom op de tweede plek. Ja, mooi, hè? Ja, tweede plek, snap je? Dit is hem. Start de show! Aanstaande zaterdag is de tv-kantine te zien om 10 uur op RTL 4.